بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, ik wil jullie allen nogmaals feliciteren met deze gezegende maand, prachtige maand, een maand vol godsvrucht inshallah, een maand vol vreugde en blijdschap, een maand vol verdiensten. En het is jullie natuurlijk niet ontgaan wat de waarde is van deze maand. Het is een maand waarover de profeet, vrede zij met hem, zegt in een overlevering: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Oftewel, als de maand Ramadan aanbreekt, dan gebeurt het volgende. De poorten van het paradijs die gaan open. En de poorten van de hel die worden dichtgesmeten. En de shayateen die worden vastgeketend. En deze zaken doen zich voor als blijk van de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Als blijk van de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. In een andere overlevering wordt ons verteld dat de profeet op een dag zijn minbar besteeg. En hij zei tot drie keer toe: Amin, Amin, Amin. Toen werd hem gevraagd: wat is de reden waarom jij Amin hebt gezegd? Toen zei de profeet, vrede zij met hem: Jibril alayhi salam heeft mij een bezoek gebracht. En hij heeft tegen mij gezegd: Men adraka Ramadan. Men adraka Ramadan wil zeggen: wie de maand Ramadan bereikt, weet mee te maken. Men adraka Ramadan. فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارِ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ. Degene die deze gezegende maand weet mee te maken en vervolgens er niet in slaagt om zijn zonde ongedaan te krijgen en vervolgens in de hel belandt, mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem verwijderen, zei Jibril alayhi salam. Verwijderen van wat? Van de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. En toen zei hij vervolgens tegen de profeet: zeg amin. En amin betekent niks anders dan: O Allah, verhoor deze smeekbeden. Verhoor deze smeekbeden. Dus hij vroeg de profeet om amin te zeggen wat betreft zijn smeekbeden. En de profeet die heeft amin gezegd tot drie keer toe. Dus het is een serieuze zaak dat een persoon deze maand mag meemaken. En het is een serieuze zaak dat de persoon er naartoe werkt om al zijn zonden ongedaan te krijgen in deze geweldige maand. Het is een maand die een belangrijke plek inneemt binnen de islam. Zo belangrijk dat Allah subhanahu wa ta'ala in deze maand de Koran voor het eerst heeft geopenbaard, zoals jullie weten. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. De maand Ramadan is de maand waarin de Koran is geopenbaard. Het is een maand vol tekenen, vol leiding. Dus je kunt zeggen dat de verbintenis, oftewel de band tussen Koran en deze geweldige maand, sterk is, innig is. Dus de Koran en deze maand hebben iets gemeens met elkaar. Ze hebben heel veel gemeens met elkaar. Heel veel. En ik zou een aantal voorbeelden noemen. Deze maand en ook de Koran hebben één doel voor ogen. Wat is dat doel? Namelijk het creëren of het verkrijgen van Gods vrucht. En het bieden van leiding. Zowel de Koran heeft als doel het bieden van leiding. En heeft als doel het geven van Gods vrucht. En ook deze gezegende maand heeft als doel om leiding te geven. En heeft als doel om godsvrucht op te bouwen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran over de Koran zelf: Alif lam mim zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Zalika al-kitabu la rayba fihi. Dan praat je over de Koran. Het is een boek, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, wat geen twijfel kent. Het is een boek wat geen twijfel kent. Je mag niet twijfelen over de Koran. Het is het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. En vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala: hudan lil muttaqin. Als leiding bedoeld voor de godsvruchtigen.
Dus leiding en godsvrucht komen beide terug in dit vers. Ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala over het vasten. Ya ayyuhal ladhina aman, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Oftewel Allah subhanahu wa ta'ala zegt, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals degene voor jullie was voorgeschreven, opdat jullie godsvruchtig zullen zijn. Dus zie je het verband tussen het vasten en de Koran? Ze leiden beide, of ze bieden beide leiding. Ze geven beide leiding. En ze begeleiden de persoon naar het paradijs. En ze geven jou ook de nodige godsvrucht. Maar de Koran en het vasten hebben nog meer gemeen. Ik zou een ander voorbeeld noemen. De profeet zegt in een overlevering dat zowel het vasten als de Koran voorspraak zullen verrichten voor de eigen mensen op de dag des oordeels. Moet je voorstellen, op de dag des oordeels, de Koran wordt in staat gesteld om voorspraak te verrichten. De profeet zegt, As-siyam wal Koran yashfa'ani lil-abdi yawm al-qiyama. Beide zijn ze in staat om voorspraak te verrichten voor de dienaar op de dag des oordeels. Yaqulu as-siyamu ay rabbi. Het vaste zegt, ay rabbi. Dat betekent, o Allah, o mijn Heer, ay rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawat fashaffi'ni fihi. Oftewel, ik heb hem afgehouden, weerhouden van het eten en van de lusten. Zegt het vaste zelf. Krijgt het vermogen om te spreken op de dag des oordeels. En zegt, ik heb hem weerhouden van het eten, van het drinken, van de lusten, geslachtsgemeenschap, noem het maar op. En dan zegt het vaste vervolgens, fashaffi'ni fihi. Oftewel, geef mij de mogelijkheid om voorspraak voor deze persoon te verrichten. Om voor hem te bemiddelen. En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wa yaqulu al-Qur'an, yaqulu al-Qur'an, mana'tuhu an-nawm, fashaffi'ni fihi. En dan zegt de Koran op zijn beurt, die spreekt ook, krijgt ook het vermogen om te praten. En die zegt vervolgens, o Allah, ik heb hem ervan weerhouden, afgehouden van het slapen. Want de persoon die de Koran beheerst, de Koran uit zijn hoofd kent, die heeft als gewoonte dat hij van tijd tot tijd 's nachts wakker wordt om het nachtgebed te verrichten, om toenadering te zoeken tot zijn Heer. Ik heb deze persoon ervan weerhouden om rustig door te slapen. Hij is wakker geworden. Dus geef mij de mogelijkheid, bied mij de mogelijkheid om voor hem te bemiddelen. Dus deze twee zaken, zowel het vasten als de Koran, verrichten voorspraak voor de eigen mensen op de dag des oordeels. Ook dat hebben zij gemeen. En de vrome voorgangers, en als ik zeg de vrome voorgangers, dan doel ik natuurlijk in eerste instantie op de metgezel. Ook Allah wil tevreden met ze zijn. En daarna, daarna de grote imams, die daarna zijn gekomen. De gezegende generaties. De mensen die in hun voetsporen, dus in de voetsporen van de metgezellen zijn getreden. Op dezelfde weg, op dezelfde voet verder zijn gegaan, zoals ze zeggen. Deze mensen hadden gelijk door dat de Koran en het vaste altijd samengaan. En dat deze maand een maand van de Koran is. Ze hebben het natuurlijk meegekregen vanuit de Koran, vanuit de Sunna. Maar dat brachten zij ook tot uitvoer. En dat is een beetje het verschil tussen die mensen en de mensen van vandaag de dag. Aangezien deze maand de maand van de Koran is, hadden zij enkel en alleen oog of aandacht voor de Koran, niks anders. Alleen maar aandacht voor de Koran. Al hun aandacht ging uit naar de Koran. Al-Imam Zuhri rahmatullahi alayhi. Als de maand Ramadan aanbrak, dan was hij gewoon om te zeggen, innama huwa it'amu ta'am wa qira'atu al-Koran. Deze maand, nu, is enkel en alleen bestemd voor wat? Voor het voeden van de armen, liefdadigheid uitgeven en het reciteren van de Koran. Imam Malik, rahmatullahi alayhi, de grote imam Malik, was een man natuurlijk, zoals jullie weten, was een man die gespecialiseerd was in de overleveringen van de profeet, vrede zij met hem. Hij gaf daarin les. De mensen die verzamelden zich rondom hem. Mensen kwamen naar hem toe om te vragen over de overleveringen van de profeet, vrede zij met hem. Deze man, als de maand Ramadan aanbrak, dan liet hij alles, of schoof hij alles aan de kant, liet hij alles achterwege, om plaats te maken voor het reciteren van de Koran.
Het enige wat hij deed in die maand was het reciteren van de Koran. Hij had geen aandacht meer voor de leerlingen. Hij had geen aandacht meer voor die zittingen waarin de overleveringen van de profeet werden besproken. Nu was het enkel en alleen aandacht voor de Koran. Hij wist dat deze maand de maand van de Koran is. En jullie weten ook allemaal dat Jibril alayhis salam ieder jaar, gedurende het leven van de profeet vrede zij met hem, ieder jaar neerdaalde en met Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de Koran bestudeerde. Dat deed hij ieder jaar. En in het laatste jaar waarin Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kwam te overlijden, heeft hij dat twee keer gedaan. In deze gezegende maand. In de maand Ramadan. De profeet nam de tijd om stil te staan bij de Koran. Om de Koran te bestuderen met Jibril alayhi salam. Ieder jaar. En het laatste jaar heeft hij dat twee keer gedaan. Dus het is een maand van de Koran. Dus mijn boodschap aan iedereen, aan mezelf en ook aan jullie, is dat wij deze maand daadwerkelijk tot een maand van de Koran maken. En dat we alleen maar bezig zijn met de Koran. Dat we de Koran lezen. Dat we de Koran memoriseren. Uit onze hoofden leren. Dat we de Koran overpeinzen. Nadenken over de betekenissen. Dat we de Koran tot uitvoer brengen. Wij moeten handelen naar de Koran. Deze maand staat in het teken van de Koran. Alles, maar dan ook alles draait om de Koran. En ook jij moet iemand zijn die alleen maar aandacht heeft voor de Koran. En een van de zaken waaruit blijkt dat deze maand innig verbonden is met de Koran, is namelijk het Tarawih gebed. Salat al-Tarawih. In deze maand, zoals we allemaal weten, wordt er iedere nacht wordt een Salat al-Tarawih verricht. En wat gebeurt er dan tijdens deze Tarawih? Dan wordt de Koran weer voorgedragen. En men heeft altijd de behoefte om tijdens het Tarawih gebed de Koran af te sluiten. Beginnende bij Surat al-Baqarah of Surat al-Fatiha en eindigend met Surat al-Nas. Mensen hebben die behoefte, ze willen de hele Koran lezen tijdens Salat al-Tarawih. Ook heel veel mensen zitten thuis de Koran te reciteren. En hebben natuurlijk als doel genomen dat zij de Koran uitlezen in deze geweldige maand. En dus ook tijdens Salat al-Tarawih. Dus zie hoe verbonden of hoe innig verbonden is de Koran met deze geweldige maand. Salat al-Tarawih is een grootse aanbidding. Salat al-Tarawih is niet zomaar iets. Salat al-Tarawih is iets wat wij moeten leren waarderen en bijwonen. En niet zomaar wegblijven voor dit geweldige gebed. Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi, die zegt in een prachtige uitspraak van hem. Hij zegt namelijk, gedurende deze maand krijgt de persoon te maken met twee vormen van jihad. Twee vormen van jihad. En dan zegt hij vervolgens, jihadun bin nahari ala siyam wa jihadun bin layli ala qiyam. Oftewel, overdag moet hij natuurlijk een jihad verrichten. De strijd aangaan met het vasten. En 's nachts moet hij de strijd aangaan met het nachtgebed. Met het nachtgebed. Hij zegt vervolgens, men jama'a bayna hadayn al-jihadayn wufiya ajrahu bighayri hisab. Degene die erin slaagt om deze twee zaken, twee vormen van jihad, van strijd, te combineren. Dus hij vast overdag naar behoren en hij verricht het nachtgebed 's nachts naar behoren. Hij zal zijn beloning zonder beperking krijgen. Zonder beperking krijgen. Dus er is geen beperking voor, er is geen bepaling voor. Allah subhanahu wa ta'ala geeft hem zijn beloning zonder beperking. En dat is natuurlijk ook te herleiden uit de overleveringen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. In een overlevering zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat Allah subhanahu wa ta'ala spreekt en zegt: Kullu amal ibn Adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Alle daden van de zoon van Adam behoren toe, tot hem, zijn van hem. Behalve het vasten, dat is aan mij en ik geef er beloning voor. Over deze uitspraak van Allah subhanahu wa ta'ala is gezegd, deze woorden geven aan dat de beloning van het vasten onbeperkt is. Onbepaald is. Dus degene die deze jihad kan verrichten overdag, strijden tegen het vasten, en 's nachts tegen het nachtgebed, deze persoon zal zijn beloning zonder bepaling, zonder beperking krijgen, inshallah. Ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een overlevering, La hasada illa fitnatayni.
Er kan nooit sprake zijn van jaloezie. Dat mag niet. Dat is afgeraden. Dat is verboden. Behalve in twee gevallen, zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Rajulun atahu Allahul Qur'an. Fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana al-nahar. Een man die in staat is gesteld door Allah subhanahu wa ta'ala om de Qur'an te memoriseren. En vervolgens de Qur'an gebruikt om het nachtgebed te verrichten. Maar ook overdag te bidden. Deze persoon, daar mag je jaloers op zijn, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wa rajulun atahu Allahu malan. فَوَ يُنْفِقُهُ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ. En een man die geld heeft gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. Bezit heeft gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. Bezit heeft gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. En hij geeft het uit. Overdag en 's nachts. Overdag en 's nachts. Ook deze persoon mag je jaloers op zijn. Mag je jaloers op zijn. Dat zijn degenen op wie jij jaloers kan zijn. Dus het gaat om iemand die de Koran reciteert 's nachts. De Koran uit zijn hoofd kent en het vervolgens reciteert, voordraagt. En wellicht, inshallah, komen wij ook in aanmerking voor deze beloning wanneer wij Salat al-Tarawih bijwonen. En achter de imam staan en naar hem luisteren. En niet eerder vertrekken voordat de imam is vertrokken. En er is een probleem bij heel veel mensen. Heel veel mensen slagen er niet in om Salat al-Tarawih tot het einde bij te wonen. Deze mensen lopen een gigantische beloning mis. Want de profeet zegt in de overlevering. Hij zegt. Inna rajula. Ida salla ma'al imam. Hatta yansarif. Husiba lahu qiyamu layla. Als een persoon, als een man. Het nachtgebed. Salat tarawih. In de moskee bijwoont. Samen met de imam. En niet eerder vertrekt totdat de imam is vertrokken. Zegt hij. Het is net alsof hij de hele nacht heeft gebeden. De hele nacht. Dus je vertrekt hier vandaan. Je gaat naar huis. Je plaatst je hoofd op een kussen. Je slaapt. Je slaapt. Je bent aan het uitrusten. Maar bij Allah subhanahu wa ta'ala ben je nog steeds aan het bidden. En de beloning loopt door. De beloning zet zich voort, subhanallah. Dus niet eerder vertrekken totdat de imam vertrokken is, totdat de imam klaar is met het gebed. Het kan zijn dat een aantal mensen zeggen, maar ja, wacht eens even, ik moet morgen vroeg op, ik moet naar mijn werk, hè? Ik moet morgen naar school, noem het maar op. Beste mensen, het is 1 maand en niet meer. 1 maand. En 1 maand kan het verschil maken. 1 maand, weinig slaap, weinig eten, weinig drinken, weinig vermaak. Maar aan de andere kant, vele aanbiddingen, overdag en 's nachts. En je bent gered van het vuur. Want de profeet geeft te kennen dat iedere nacht mensen gered worden van het vuur. Allah subhanahu wa ta'ala mensen redt van het vuur. Is deze zaak het niet waard dat jij minder slaapt deze maand? Minder eet deze maand? Je minder amuseert deze maand? Dat jij gered wordt van het vuur? Wij kunnen best wel tegen een stootje, hè? We hoeven niet per se 8 uur te slapen. We hoeven niet per se 7 uur te slapen. We hoeven niet per se 6 uur te slapen. En ook niet 5 uur. 4 uur moet voldoende zijn, inshallah. 4 uur moet echt voldoende zijn. Het is wat jij jezelf aanleert. Het is wat jij je lichaam aanleert. Als jij je lichaam hebt aangeleerd om 12 uur te slapen, dan heb je altijd het gevoel, als ik minder slaap, heb ik een probleem. Dat is echt een feit. Maar als jij je lichaam hebt aangeleerd om 4 uur, 4,5 uur te slapen, kan ik je garanderen dat het voldoende is. Meer dan voldoende is. Gebruik de resterende tijd om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden. Gebruik de resterende tijd om iets nuttigs met je leven te doen. Gebruik de resterende tijd om het verschil te maken. Gebruik de resterende tijd om toenadering te zoeken tot jouw Heer. En de weg voor jezelf wat makkelijker te maken naar het paradijs. En beste broeder en zuster, deze maand is een geweldige maand. Het is een maand die zeker in het teken staat van de Koran. En ik benadruk deze zaak. Want ik wil dat jullie allen terugkeren naar de Koran. De Koran is jouw haalvast. De Koran is jouw haalvast. De Koran is jouw leiding. De Koran is jouw vriend in het wereldse leven en in het hiernamaals. De Koran is alles wat je nodig hebt. Meer heb je niet nodig. Amr ibn al-As radiyallahu anhu die zei: "Kullu ayatin yaqra'uha al-insan darajatun. Darajatun 'inda Allah." وَنُورٌ أَوْ مِصْبَاحٌ فِي بُيُوتِكُمْ كُلُّ آيَةٍ يَقْرَأُهَا الْإِنسَانِ
Dus ieder vers dat jij reciteert van de Koran, daardoor stijg je één rang bij Allah subhanahu wa ta'ala. En het zal ook als licht fungeren in jullie huizen. Als licht fungeren in jullie huizen. Daardoor stijgt de persoon in rang bij Allah subhanahu wa ta'ala. Want jullie weten dat iemand die de Koran uit zijn hoofd kent, op de dag des oordeels naar voren wordt gehaald. En dan wordt er tegen hem gezegd, lees en tegelijkertijd stijg in rang bij Allah. En met ieder vers dat hij voordraagt, stijgt hij hoger. Ieder vers dat hij voordraagt, stijgt hij hoger. Komt hij hoger te zitten. Wat betreft de rangen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Iedere vers zorgt ervoor dat je in rang bij Allah subhanahu wa ta'ala stijgt. En iedere vers kan als licht fungeren in jullie huizen. Als jij problemen verwacht met betrekking tot het hiernamaals, dan raad ik jou de Koran aan. Als jij problemen verwacht met betrekking tot je wereldse leven, dan raad ik jou de Koran aan. Want ook in het wereldse leven, de Koran kan als licht fungeren in jouw leven, in jouw huis, binnen je gezin. Binnen je gezin. Tussen jou en je vrouw, tussen jou en je kinderen. Abu Huraira radiyallahu anhu, die zei, hij zei, innal bayta alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an, dus het huis waarin de Koran wordt gereciteerd, het huis waar de Koran wordt gereciteerd, innal bayta alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an ittasa'a bi ahlihi wa kathura khayruhu wa kathura khayruhu وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين. Oftewel, het huis waar de Koran wordt gereciteerd, wordt gekenmerkt door vier zaken. In eerste instantie zegt hij, het huis zal zich verruimen. Het zal ruimer worden. Al zou je in een kamer, één kamer wonen, met zes kinderen en je vrouw, met z'n achten, in één kleine kamer, dan nog, als jij de Koran reciteert, het zal zich verruimen. Het zal breed aanvoelen, groot aanvoelen, omvangrijk. Aanvoelen. Zonder meer. Wa kathura khayruhu. Khayruhu, de goedheid. De goedheid van dit huis. Proviant van dit huis. Levensonderhoud van deze mensen zou toenemen. Zou zich vermeerderen. Zou zich vermeerderen. Zonder meer. En de engelen zullen het huis bewonen. En de shayateen zullen het huis verlaten. Maar dan zegt hij vervolgens, وَالْبَيْثُ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنِ. En het huis waar geen Koran wordt gereciteerd. En dat zijn de meeste huizen vandaag de dag. Dan praat ik alleen maar over de huizen van onze moslims. De meeste huizen wordt er bijna geen Koran meer gereciteerd. Mensen hebben wel oren voor andere zaken, voor muziek, voor onzin, voor ijdel gepraat. Voor de meest verschrikkelijke zaken, voor de verboden zaken, daar hebben ze wel oor voor. Maar voor de Koran hebben ze geen oor meer. Absoluut niet. Wat betreft deze huizen waar de Koran niet wordt gereciteerd, zegt Abu Huraira radiyallahu anhu, daqa bi ahlihi, het huis zal vernauwen. Al woon je in een paleis, hè? Al woon je in een paleis. Maakt niks uit hoeveel kamers je hebt. Maakt niks uit hoeveel etages je hebt. Als er geen Koran wordt gereciteerd, het huis zal vernauwen. Kleiner worden. Je zult je verdrukt voelen. Je zult je benauwd voelen. وَقَلَّ خَيْرُهُ. En de goedheid van dit huis zal minder worden, zal afnemen. Zal afnemen, zegt Abu Huraira radiyallahu anhu. En de engelen die zullen wegblijven. En de shayateen zullen het huis bewonen. De shayateen zullen het huis bewonen. Dus mijn beste broeders en zusters, werkelijk, degene die de Koran leest, die zorgt ervoor dat hij zichzelf veilig stelt. Dat hij zijn gezin veilig stelt. Dat hij zijn wereldse leven veilig stelt. En het hiernamaals veilig stelt. Dus lees die Koran. Degene die zich afwendt van de Koran. Tegen hem hoef ik slechts te zeggen wat Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi heeft gezegd. Hij zei iets moois. Hij zei namelijk, O jij die de Koran niet leest. O jij die eigenlijk zijn leven heeft verspild. Je hebt je leven verspild als je de Koran niet leest. En als je niet naar behoren vast. En als je niet beseft dat deze maand de maand van de Koran is. Hij zegt, ja, man daya'a umrahu fi ghayri ta'a. O hij die zijn leven heeft verspild aan andere zaken, behalve het gehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, man farrata fi shahrihi, bel fi dahrihi,
وأضاعه. O hij die zijn maand heeft verspild, verkwist deze geweldige maand. In werkelijkheid heb jij jouw leven verspild. Je bent toch niet vergeten dat jij zelf uit dagen bestaat, hè? Dat je zelf uit maanden bestaat. Dat je zelf uit jaren bestaat. Want jij bestaat uit de tijd die jou is gegeven. Die tijd is jou gegeven. Of het nou 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar is. Dat is de tijd die jou is gegeven. Dat is jouw leven. Daar moet je het mee doen. En je moet het vullen of met goede zaken of met slechte zaken. En op basis daarvan word je beoordeeld tot de dag des oordeels. Dus iedere dag die verstrijkt, iedere dag die voorbij gaat, is een onderdeel of een deel van jou wat voorbij is gegaan. Wat voorbij is gegaan. Dus hij zegt ook van, o hij die zijn maand heeft verkwist, verspild. Maar in werkelijkheid jouw leven hebt verspild. Weggegeven, zegt hij. Ja, man farrata fi shahrihi, bel fi dahrihi, wa ada'ah, zegt hij. Ja, man bida'atuhu taswifu, wa tafritu, wa bi'satil bida'ah. O hij, waarvan eigenlijk de bagage, van wie de bagage, enkel en alleen bestaat uit het uitstellen van zaken. Alleen maar het uitstellen, en tekortschieten in zaken, zegt hij. Taswif betekent het uitstellen van zaken. Taswif, dat je zegt, taswif komt van het woord sofa. Doe dit, sofa af'al. Spoedig zal ik het doen. Zodra zal ik het doen. O hij, wiens leven alleen maar bestaat, zijn bagage alleen maar bestaat uit sofa. En uit tafreet, tekortschieten. En dat is de meest slechte, bagage die jij kan dragen. Die jij bij je kan hebben. Ja man ja'ala. En let op deze woorden. Ja man ja'ala Qur'an wa shahra ramadan khasma. Zo, o hij die van deze geweldige maand en de Qur'an zijn vijand heeft gemaakt. Hoe doe je dat? Door niet naar behoren te vasten. Door geen rekening te houden met het vasten. Door niet te doen wat Allah subhanahu wa ta'ala van je vraagt. De Qur'an te verlaten. Niet in de Qur'an te lezen. Niet stil te staan bij de betekenissen van de Qur'an. O jij die de Koran en deze geweldige maand tot zijn vijand heeft gemaakt. Hoe kun jij nog shafa'a, voorspraak, verwachten van jouw vijand? Want we hebben gezegd dat het vasten en dat de Koran voorspraak voor de mensen zullen verrichten op de dag des oordeels. En deze persoon die de Koran en het vasten tot zijn vijand heeft gemaakt. Hoe kan hij nog verwachten dat deze twee zaken voorspraak voor hem zullen verrichten op de dag des oordeels? Dat kan niet. Dus het is belangrijk om stil te staan bij het belang van deze geweldige maand. Allah subhanahu wa ta'ala geeft er een gigantische beloning voor. De profeet zegt in de overlevering, وَلَا خُلُوفُ فَمِ السَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لَا خُلُوفُ فَمِ السَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. We hebben net een beloning genoemd, namelijk dat hij onbeperkt betaald of beloond zal worden voor wat hij heeft gedaan. Maar er komt er nog eentje bij, namelijk zelfs de geur die uit de mond van een vastende komt, en dat stinkt heel vaak. De persoon als hij niet heeft gegeten, niks heeft gegeten, dan meurt hij uit zijn mond, zoals ze zeggen. Dan meurt hij uit zijn mond. Maar dan nog, die geur zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, dat die geur geliefder is bij Allah subhanahu wa ta'ala dan de geur van muskus, moet je je voorstellen. Tijdens de maand Ramadan. Waarom? Omdat het natuurlijk een geur is, of een geur is die veroorzaakt is door een daad van aanbidding, door het vasten. Het komt door het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. En die geur is nog, of ruikt nog lekkerder dan de geur van muskus. Hierover hebben de geleerden gezegd dat op de dag des oordeels, dat op de dag des oordeels deze geur daadwerkelijk lekkerder ruikt dan de geur van muskus. Anderen hebben gezegd dat hierdoor de persoon dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala komt. Hierdoor komt de persoon ontzettend dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala. Het effect van deze geur is nog groter dan het effect wat muskus eigenlijk op mensen heeft. Dus we staan eigenlijk voor een geweldige maand, of we bevinden ons in een gezegende maand. Dus laten wij deze maand ten volste benutten. En laten wij er alles uithalen. We hebben nog maar 15 dagen te gaan. We zijn eigenlijk de helft van deze maand zijn wel voorbij gegaan. En voordat je het weet is het helemaal voorbij gegaan. En als je iemand bent geweest die de eerste 15 dagen niet goed heeft benut. En daarin tekort is geschoten. Dit is jouw kans. Ramadan is nog steeds binnen handbereik. Maak er gebruik van.
En doe datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala van jou verwacht. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons tot degene te doen behoren die deze maand naar behoren vasten. En in deze maand het nachtgebed naar behoren verrichten. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot degene die de waarde van deze maand kennen. En die de waarde van de Koran kennen. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot degene voor wie voorspraak wordt verricht door het vasten en door de Koran op de dag des oordeels. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons naar het goede te leiden en onze zonden uit te wissen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons en onze ouders te begenadigen. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons, zoals we hier bijeen zijn gekomen, bijeen te brengen in het allerhoogste paradijs, samen met onze geliefde leraar en profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.